Dit is een nieuwe aflevering van Beginnen met Erfgoed op Ik Was Hier Live. Mijn naam is Lodewijk Deleu. Een molenaar is een vat vol kennis. Kennis over de geschiedenis en de techniek van de molen. Kennis over graansoorten, wind en weer. Een molenaar is dus slim en handig. Maar volgens Jozef van Waaienbergen is een molenaar bovenal bescheiden. Want molens trotseren de tijd en molenaars zijn slechts verhankelijke passanten. Mijn naam is Jozef van Wajenbergen. Ik, ik ben een vrijwilliger, molenaar, op de molen van kapitein Zeppels. Onder die naam is de molen van onze liefvrouw Lombeek... Uh, hier in uh, Brabant, ten westen van Brussel, het beste gekend. Hij heeft nog andere namen natuurlijk. Het is ook de Tragische Molen in 1944. ...hebben ze snel de molen beschermd... ...omdat hij niet zou gebombardeerd worden door de Engelsen... Uh, ...onder het verdrag van Den Haag. En uh, de Engelsen hadden het verdrag van Den Haag ondertekend... ...dus uh, wanneer ze België kwamen bevrijden... ...hebben ze deze molen niet gebombardeerd... ...omdat hij beschermd was onder de conventie van Den Haag. De oorspronkelijke naam van de molen is Herdboom, Moulin Herdboom. Uh, op de kaart van de Ferraris... De Ferraris, die uh, in 1777 molens in kaart heeft gebracht in Noord-Europa. Uh, op de kaart van de Ferraris staat deze molen als Moulin-Herdboom. Dus uh, hij heet. Uh, molen, uh, Tragische Molen, Herdboommolen, Molen van Onze Liefvrouw Lombeek, Onze molen... en ook Zepposmolen, omdat de vroegere BRT hier in de zestiger jaren een, een feuilleton fe fe heeft opgenomen dat de, door iedereen in Vlaanderen is bekeken en ook uh, dat de wereld rondgegaan is. Want ze hebben dat feuilleton Zeppos kunnen ruilen met de BBC en de BBC heeft uh, dit. Uh, dat Feuilleton in de Commonwealthlanden ook laten draaien. Het gevolg is dat wij af en toe een bezoeker krijgen uit Australië die absoluut die molen wil komen zien, naar die molen komen kijken omdat hij die in zijn jeugd op televisie gezien heeft in Australië. Dus dat is, dat is ook de, de naam dus Zepposmolen om molenaar te worden. Ja, dat is niet zo eenvoudig. Uh, daarvoor moet je feitelijk een molenaarscursus volgen. En uh, die molenaarscursus uh, dat daar komt heel veel bij kijken. Daar komt bij kijken het klimaat, de weerkunde. Daar komt bij kijken houtsoorten, graansoorten, uh, overdracht van krachten. Daar, uh, hoe dat touwen gemaakt worden, hoe dat wielen draaien. Dus daar komt heel veel bij kijken. Zo'n molenaarscursus, ik denk dat hij uh, tussen de 1000 en de 2000 bladzijden omvat. Um, ook met veel grafieken en tekeningen. En. Uh, die cursus, die, die wordt, daar moet je ook praktijkles voor volgen. Kort samengevat, uh, dat zijn tien zaterdagen die je moet opofferen uh, voor de theoretische lessen. En nadien uh, moet je 50 of 100 uur praktijkstage doen. Uh, in 2000, dat is nu 20 jaar geleden, wanneer ik de molenaarscursus gevolgd heb, dan was er uh, geen uh, scheiding tussen een watermolen en een windmolen. En ook niet een verschil tussen het meestermolenaar worden en het gidsen. De dag van vandaag hebben ze het iets eenvoudiger gemaakt. Als jij van plan bent om op een watermolen molenaar te worden, dan moet je alleen maar je stage doen op een watermolen. En wilt je op een windmolen molenaar worden, dan moet je alleen maar stage doen op een windmolen. Bovendien, als je werkelijk niet de praktijk. Uh, ...wil doen, omwille om, om van gezondheidsreden of om gelijk welke reden ook... ...dan kun je ook uh, molenaar worden om te gidsen. Uh, waarbij je dan uitleg geeft uh, over de molen. Nu, terugkomend op de molen, ja, daar komt heel veel bij kijken. Ook uh, vooral de geschiedenis, uh, de molen die hier staat. Deze molen staat hier van 1727... Die is hier gezet geweest in de 18e eeuw. Binnen zeven jaar, 300 jaar geleden. Dus we gaan daar een feestje moeten rondbouwen. Maar, uh, dus, maar hier stond al een molen. Voordat, uh, voordat deze molen gebouwd werd, stond er hier al de molen in het jaar 1345. Wij hebben. Uh, een student gaat die een jaar opzoekingswerk heeft gedaan. En die heeft alle eigenaars uh, door de eeuwen heen, vanaf 1345, uh, tot op vandaag in kaart kunnen brengen. Uh, de molenaars niet. Er was altijd een groot verschil tussen een molenaar en de eigenaar. Uh, voor Napoleon uh, was het bezit van een molen uh, een, uh, een feodaal. Privilege Je moest van adellijke bloeden zijn om de molen te mogen bezitten. En, uh, dus uh, Na Napoleon heeft die voorrechten afgeschaft en dan, uh, vanaf Napoleon kon de gewone burger ook uh, een eigenaar worden van de molen. Maar dankzij die student hebben we al die eigenaars van, uh, vanaf 1345 tot op heden uh, kunnen in kaart brengen. Ik zeg het nog een keer, de molenaars niet. Daar, daar zijn er, dat was dikwijls moeilijk om dat terug te vinden. Wie in opdracht van de eigenaar molenaar was op de molen. Dat, dat was de geschiedenis. Ook bij de molen, de constructie van de molen, de bouw van de molen, de houtsoorten die je nodig hebt om zo'n molen te bouwen. Ze waren vroeger al heel, heel slim. Want bijvoorbeeld. Die molen staat hier op een windrijke plaats. En hoe weten we dat een windrijke plaats? Wel, het landschap lo loopt naar omhoog naar de molen toe. Waar dat je ook kijkt, van op de molen, zult je zien dat het landschap omhoog komt. En vermits de wind uh, zich Horizontaal verplaatst en het landschap gaat naar omhoog, dan versmalt feitelijk de ruimte voor de wind. En dus moet de wind versnellen. Ze noemen dat het Venturi-effect. Een auto met een carburateur. Dat is in feite een auto met een windversneller. Dat principe dat is beschreven geweest door. Bernouille in het jaar 1700, ze noemen dat de wet van Bernouille, maar de mensen die hier die molen geplaatst hebben in de 14e eeuw, de eerste molen, die kenden dat principe al vooraleer het in een wet vastgelegd was in de 18e eeuw. Dus bij zo'n molen hè, komt heel veel kennis, interessante kennis, kijken. Uh, ook bijvoorbeeld de overdracht van de krachten. Uh, dus je hebt uh, wieken en om die wieken te doen draaien hebben die wieken een speciale vorm. En uh, wij noemen dat de aerodynamica van de wiek. Bijvoorbeeld, veel mensen kijken dikwijls naar coureurs die elkaar uit de wind zetten. Als, er een, als ze aan het rijden zijn en er is veel wind, dan waaieren ze over de banen het, het, de ene in het andere wiel. Wel, bij zo'n molen draaien de wieken ook in hetzelfde vlak. Ondanks dat de wieken in feite verschillend zijn van vorm. De wieken zijn verschillend van vorm omdat ze over elkaar liggen. Uh, je hebt de askop die de wieken vasthoudt. En om dat goed te kunnen vasthouden liggen die over elkaar. Als dat ineengewerkt zou zijn, dan zou dat binnen de kortste keren kapot zijn. En vermits de wieken over elkaar liggen en ze moeten toch met de punten in hetzelfde vlak draaien, wel dan. Uh, dan hebben die wieken een andere vorm. En dat noemen wij de aerodynamica van de vleugels of van de wieken. En die kracht die door de draaiende beweging van de wieken overgebracht wordt op de as, die draaiende kracht wordt dan nog een keer op een verticale as overgedragen om een steen te doen draaien. Dus je hebt de wiek... De kracht naar de as, van de as naar, uh, naar een verticale uh, uh, as en van die verticale as uh, naar de stenen. Wel voor een vrijwillige molenaar uh, moet hij ten eerste tijd hebben. Hij moet erop letten dat hij uh, zich regelmatig kan vrijmaken. Omdat uh, bij zo'n windmolen uh, moet er altijd minimum twee man aanwezig zijn. Dat, dat is nodig om de veiligheid te garanderen. Wij hebben hier 16 uh, vrijwilligers die in rolbeurten. Uh, hun tijdschema afgeven en dan wordt daar een papier van gemaakt. En zo weten we wie komt, wanneer komt en zorgen we ervoor dat er altijd minimum twee mensen op de molen aanwezig zijn. Nu, het uh, doen draaien van de molen uh, heeft ook verschillende veiligheidsaspecten. Daarom hebben wij hier ook in onze molen, in ons huis hier, hebben we een, uh, feitelijk een, ding, een checklist? Zoals een piloot van een vliegtuig of van een helikopter een checklist heeft, waar dat hij allemaal moet naar kijken voordat hij begint te vliegen. Hebben wij hier ook een checklist waar de molenaar naar kijkt vooraleer hij de molen opendoet en de molen uh, gereed zet om hem te doen draaien of om hem, hem te bezeilen? En zeker wanneer er, wordt, wanneer er zal gemalen worden. Dan. Uh, de molenaar moet wel wat technische kennis hebben, omdat als de wielen hè, niet goed draaien, minste verkeerd geluid dat geoordeeld in de molen, moet de molenaar alert genoeg zijn om die molen stil te leggen en na te gaan wat het probleem is. Is er een blok verschoven? Is er een weeg? Uh, uh, zit een wig niet vast genoeg meer? Gelijk welke uh, moeilijkheid die zich voordoet, moet hij alert zijn dat hij de, uh, dat kan uh, begrijpen, dus dat hij niet de molen doet draaien of doet kapot draaien omdat er iets uh, gebeurd is in de molen. Ook moet hij de molen stilleggen. Wanneer, wanneer er paarden zijn, bijvoorbeeld. En moet oog hebben voor de omgeving. Omdat paarden hebben schrik van de draaiende wieken. En, dus, en ook van de schaduw. De, de slagschaduw van de molen. Dat, als die over de straat gaat, de slagschaduw van de wiek. Als dat over de straat gaat, dan moet je ook zeer alert zijn als er paarden in de buurt zijn. Ja, dus een, een vrijwilliger. Een molenaar op een molen, hè, die, die moet wel uh, veel dingen in het oog houden, van veel dingen op de hoogte zijn en geen schrik hebben om hier en daar uh, de handen uit de mouwen te steken. Wij denken dat de mensen die molenaar worden, allemaal een slag van de molen hebben. Uh, uh, ik wil daarmee zeggen, uh, 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 ja, ze moeten al veel vrije tijd hebben. En ze moeten die vrije tijd komen opofferen om zich bezig te houden met die molen. Wij vinden dat fantastisch dat we zulke mensen nog altijd vinden die die vrije tijd opofferen en die met heel veel plezier bezoekers te woord staan om een uitleg te geven hoe zo'n molen in elkaar steekt, hoe dat hij werkt, wat dat je ermee kunt doen, waar dat je moet opletten. En dat is, dat is wel heel, heel belangrijk. Uh, het is natuurlijk zeer zeer uh, uh, ge genoegdoeninggevend. Heel uh, ge veel plezier geven, als je ge weet dat die molen. Die blijft staan. Hè. Wij molenaars wij zijn vergankelijk. Hè. Maar je stond al een molen in de 14e eeuw hè, en binnen vier, vijf eeuwen zal naar allerwaarschijnlijkheid die molen hier nog altijd staan. En dat, dat wij als vrijwilligers, als molenaars. Dat wij in, dat een schakel zijn in het behoud van zo'n molen en ook om die, de kennis van die molen over te dragen, en die uh, mensen van het publiek kunnen te woord staan en uitleg geven, dat geeft enorm veel voldoening.